Hi, leuk dat je kijkt. We zijn net een kwartiertje onderweg op de Elzerburg Panorama, een premium wandelweg in Duitsland. In 2016 uitgeroepen tot mooiste wandelroute van Duitsland. Nou, als je nieuwsgierig bent, loop lekker een stukje met me mee. Een mooi vertrekpunt van deze route is het plaatsje Wiersum. Je hebt daar een parkeerplaats waar je de hele dag kunt parkeren voor 2 euro. Er zijn ook wat toiletten. En het eerste kwartier loop je langs wat velden, zoals hier op de achterbij te zien is. En zometeen duik ik, als het goed is, daarachter het bos in. En dan gaan we langs het beekje de Elz richting Burg Elz. Ik ben benieuwd. Thank you.
De akkers en het open veld laat ik achter me. Ik ben het bos ingelopen en het gaat nu naar beneden het Eldstaal in. Een half uurtje weg bij Burgelds. Een heerlijke kop koffie gedronken, appelgebakje gegeten. Dat is een soort tweede ontbijt. En nu bijna bij de Ringelsteiner Mühle. De telefoon is bijna leeg, dus ik moet hem heel rap gaan opladen. Tijd voor een biertje, denk ik. Ik ben vandaag niet als de enige onderweg, zo te zien.
Maar één biertje zullen ze vast nog wel over hebben voor me. Denk ik. Hoop ik. Het is steil en vooral steil omhoog. Ik ben er nog niet. Het is nog een kleine kilometer naar de auto. Tochtje zit er bijna op. Even een kleine terugblik. Vanochtend vroeg vanuit Wiersjem vertrokken. Langs wat velden en akkers. En het bos in. Langs de Beek Els. Allemaal heel erg mooi. Kasteel is altijd de moeite waard om even te bekijken. Wees er wel heel vroeg bij, liefst bij zonsopkomst. Dan is er nog bijna niemand. Nu was het gewoon erg druk. Daarna het stuk naar de Ringelsteiner Mühle. Was ook wel leuk. Even kijken welke kant ik op moet. Ja, ga de goede kant op. Naar de Ringelsteiner Mühle was ook mooi. Daar lekker even op het terras gezeten. Erg mooi. Het stukje daarna. Dat nekt je eigenlijk een beetje, zeker als het wat warm is, wat we nog niet echt gewend zijn. Dat was een hele lange klim. In het begin ook heel erg steil en dat voel je in de benen. Het stuk daarna, ik zie Wiersjem alweer liggen, is wel mooi. Op zich niet schokkend, maar het is goed te lopen. Blij dat het wat vlakker gaat, hoef je niet meer zo te klimmen. En nu zie ik de auto bijna alweer staan. Echt de moeite waard. Maar ik zou er wel heel vroeg bij zijn. Dan kun ik vroeg bij Burg Elst zijn en dan is het nog niet zo heel erg druk. Nou, tot de volgende keer.
Daar zie ik Weersham al liggen. En de parkeerplaats is helemaal vol. Zo, dat is vanochtend de eerste.